Blick, Blick. Blick, Blick. Let op mijn woord, we worden zo'n cyborgen. Volgevrogen meer dan robot op de automatische piloot. Op sterk water en brood, of op sterven naar dood. Of erg genoeg Herman Broos modellenbureau. Alles wordt beïnvloed, kunstmatig ondergespoten. Zaadjes van planten en bomen, kant en klaar om te klonen. Kids krijgen een chip in de bibs na de geboorte. En Big Brother behoort tot een van de moderne goden. We hebben geen sterren nodig om de verre gevolgen daarvan te voorspellen. Nee man, ik vertel het je zo wel. Ga maar naar waar je gaat, van zaad tot bejaard. Overal camera's waar je staat. Informatie wordt als data opgeslagen en bewaard. Maar door wie? Is het in goede of slechte handen? Wie geeft ze zomaar het recht om te gaan zoeken in jullie bestanden? Wat anders kan je van alle toekomstplannen verwachten? Je lacht, maar we doen er nu al met z'n allen naar mee. Jij loopt ook te pronken met een webcam en telefoontje. Nu is dat heel gewoon en kan men zelfs niet meer zonder. Een decennium terug was het nog nergens voor nodig, toch? Een overbodige luxe toch. Nu hoor je zoveel tonen en toetsen dat je er niet goed van wordt. Op de roulette tafel leggen mensen hun verhaal in. Via straling met een elektrische lading. Het directe resultaat is waar de rest niet over nadenkt. Een fout in de bedrading veroorzaakt hersenbeschadiging. Totale chaos, synthetische aliens geven de meeste mensen een intense bevrediging met materiële dingen. En zo spelen ze gemeen maar slim je leven door naar de vereniging. Met foto's van je hoofd in close-up, scanners op je ogen. Een DNA-test of door middel van een vingerafdruk dringen ze door naar binnen, diep door je innerlijk. En laten je dingen geloven en ook zo herinneren. Verdoofd door middelen als tv's en radio's. Punt kom het net op, let op, de media is groot. Veel vraat, lach maar. Vreet je buik vol met porties, tot het zich uiteindelijk buiten proporties uit tot de...